12.000 vluchtelingen zitten onder erbarmelijke omstandigheden op het Griekse eiland Lesbos. Ze zijn nagenoeg dakloos na een verwoestende brand begin september, waarbij het kamp Moria volledig werd verwoest. Weinig wc's, weinig eten en amper vooruitzicht op een toekomst. Nederland heeft aangegeven maximaal 100 vluchtelingen op te nemen en dat kan niet, vindt de stichting We Gaan Ze Halen. Zij vertrokken maandagochtend vanaf Rotterdam The Hague Airport met een nagenoeg lege Boeing naar Lesbos. Nou, eigenlijk is het enige wat nu nodig is, zijn niet slaapzakken die kant op om ze daar langer in quasi goede omstandigheden te houden. Maar ze moeten verspreid worden over Europa. En wat er dan nodig is eigenlijk een luchtbrug. Dus ze moeten gewoon vliegtuigen heen en weer van het eiland naar de rest van Europa om die vluchtelingen daar weg te halen. Is een slaapzak aan iemand geven die vraagt om vrijheid, is ook een veroordeling tot daar blijven. Dus je geeft mensen een tent die roepen om geëvacueerd te worden. Zeg hier, blijf nog maar even. Het is ongelooflijk belangrijk dat het gebeurt en we zijn ontzettend dankbaar. En velen van ons hebben dat ook allemaal gesponsord. Maar we weten dat dat niet het antwoord was op de vraag die de mensen daar stelden. Die zeiden allemaal, we moeten hier weg, dit is een gevangenis en wij horen hier niet te zitten. Wij willen gewoon ergens een menselijke plek om een asielprocedure te volgen. Nou, wat wij daar doen is de vliegtuigtrap uitklappen. Een oranje loper neerleggen, een paar grote vlaggen daarnaast en zeggen mensen in Nederland, beste politici, staatssecretaris, het vliegtuig staat klaar, het staat geparkeerd naast de plek waar mensen nu echt kapot gaan aan ons beleid, aan ons Europees beleid, dit is uw kans. In de Boeing van de stichting We Gaan Ze Halen is plaats voor 189 vluchtelingen. Hoewel staatssecretaris Ankie Broekers-Knol het plan van de stichting vrijdag afkeurde en aangaf dat deze actie de huidige gesprekken doorkruist. Toch zijn de initiatiefnemers positief over een goede afloop. We staan er tot woensdag, dus we hebben een aantal dagen dat vliegtuig daar. Tot woensdag is er alle kans dat het verandert. Ik bedoel, het draagvlak is enorm aan het veranderen in Nederland. Er zijn al meer dan de helft van de gemeentes zegt, haal meer vluchtelingen hier naartoe. Er zijn al 100.000 handtekeningen vorige week ingeleverd in Den Haag. Dus het is gewoon aan het kantelen en wij denken dat dit misschien gaat lukken in de komende dagen. De Boeing van de stichting is inmiddels vertrokken, maar of de actie ook succesvol zal zijn, dat zal de komende dagen moeten blijken.